echt alles wat we leuk vinden. Hapjes, lekkere drankjes, zo'n beetje die stiekem sfeer van hier. De ene heeft al een maskertje op en de andere. Weet je, eigenlijk is het een beetje een zweterige sfeer, zo van hot, hot, steamy. En tegelijkertijd is het heel braaf vrouwelijk, want je hebt kraampjes en een marktje bijna. Maar de erotiek hangt hier wel. Kijk, er zijn zoveel ladies nights geweest in mijn leven, maar niet op deze manier. Niet zo groot en feestelijk aangepakt. En ja, en ik ga ook niet vertellen wat we dan allemaal uitgespookt hebben, hè, de vorige keren. Maar deze is wel heel sexy, vind ik. Er zijn twee vrouwen bij elkaar, waar praten die over? Over seks. Zijn er vijf bij elkaar, waar praten die over? Vanavond 1400. Over seks natuurlijk, 3000 nog in Breda. Dus de vrouwen, ja, vanavond wordt er veel over seks gepraat en over mannen. Het zal nogal tuten in hun oren. Weet je, het is een film en ik ben geen filmrecensent, dus ik weet niet wat ik over die film aan zich kan zeggen. Maar als seksuoloog ben ik wel heel blij met die film. In die zin dat het toch voor heel veel mensen, voor hun seksleven, iets goeds betekend heeft. Er zijn heel veel mensen die daardoor hun kleine kinky kantjes hebben ontdekt, die ze voordien niet eens kenden of misschien zelfs bang van waren, die ze in hun seksuele fantasie tegenkwamen en waar ze van wegliepen. Dachten, woehoe, dat vind ik maar eng. Ik heb het gevoel dat die Ladies Night echt een evenement, een heel speciaal evenement aan het worden is. Dat vrouwen ook heel goed weten waar ze terechtkomen. Dat echt, dit is onze avond. En wij gaan doen ja, waar we zo goed in zijn, namelijk praten over seks, praten over mannen, kijken naar seks zelfs, naar de mooie mannen. Hè, want laat ons eerlijk zijn, Christian Grey is geen monster. Hè. Ik denk wel, in alle eerlijkheid, dat heel veel mannen stiekem dat boek lezen of stiekem die film zien. En ik hoop het eigenlijk.